مدعی لا برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen Rashid Pirkanskal A. Jorkel. Dit is de aflevering voor woensdag 1 juli 2020. Kal A. Jorkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube-zorg, Uslat in RBN Suriname. Kal A. Jorkel is ook live te zien via Facebook, Alpha Channel Suriname Facebook. Daar gaat u naartoe. U gaat naar de Facebook van Alpha Channel. En dan gaat u deze uitzending ook kunnen zien. Deze uitzending is ook online te beluisteren via de website van Dagblad Suriname, dbsuriname.com. En landelijk in Suriname is Kal A. Jorkel te zien via Alpha Televisie, kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pirkan. Ik presenteer u vandaag, gisteren, vandaag en morgen, Rashid Pirkans Kal A. Jorkel. En zeg tegen u allemaal, assalamu alaikum. Laat me alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. Ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in deze moeilijke dagen voor u allen. De mensen die ziek zijn, van harte beterschap aan u allen en goede gezondheid toegewenst. En uiteraard ook de felicitaties aan de mensen die vandaag jarig zijn in COVID-19 tijd. En vandaag moeten we feliciteren Sandra Bagwandine, die is er vandaag jarig. Een mooie COVID-19 jaardag toegewenst, moet ik zeggen. Want dat zijn andersoortige jaardagen nu, in een andere tijd van mensen hun leven. En de volgende persoon mag haar jaardag gaan voorbereiden op donderdag 2 juli, dat is Anushka Rojan. En op vrijdag 3 juli mag haar jaardag voorbereiden Santa Watraposat. Bent u vandaag jarig, dames en heren, wens ik u allemaal een hele mooie avond toe op uw jaardag. Vandaag gaan we u uiteraard, zoals gebruik, ook de gelegenheid geven om uw maatschappelijke mening met ons te delen in Rashid Pirkans Kal A. Jorkel. En u kent de rules and regulations, dat is heel simpel. U mag uw mening geven. U blijft heel netjes. U zorgt ervoor dat u geen mensen beledigt. En u gebruikt heel mooie woorden om uw mening te formuleren in deze uitzending. De president van Suriname, Desi Bouterse, heeft gisteren 30 juni in verband met 1 juli een aantal mensen gedecoreerd. En ik feliciteer ook al deze mensen die hun decoratie hebben mogen ontvangen. Vooral de mensen die in de gezondheidssector werken. Deze mensen zijn in de frontlinie en zorgen ervoor dat de burgers veilig blijven en zijn in verband met COVID-19. De felicitaties aan al deze mensen, de gedecoreerden. De regionale luchtvaartmaatschappij LIAT, die is failliet. Die gaan ze liquideren. Het heeft als huisbasis Antigua en Barbuda. En deze maatschappij vliegt natuurlijk binnen CARICOM. Dat zijn vaak genoeg vrij korte vluchten. Maar ze kunnen de kosten niet meer dragen. En ze waren al voor de uitbraak van het coronavirus, waren ze al in rode cijfers. En nu met het aantal verminderde vluchten, waarbij de luchtruimen van verschillende landen ook nog zijn gesloten, dan haalt deze maatschappij het ook niet meer. Opmerkelijk bij deze is dat het vrij stil is rond onze eigen luchtvaartmaatschappij, de SLM. De SLM heeft al die tijd voor het uitbreken van COVID-19 ook altijd in rood gestaan. En nu met het feit dat ze bijna haast geen vluchten kunnen uitvoeren, af en toe een vlucht hier en daar, dat dekt natuurlijk de kosten niet. Maar hoe de SLM zichzelf nu gaat bedruipen in deze moeilijke tijd, lastige tijd, dat is en blijft nog een vraagteken wat dit aangaat. Maar de kisten die ze hebben, dat zijn geen eigendomsvliegtuigen, dat zijn allemaal leasekisten, dat zijn gehuurde kisten. En daarvoor moet je de huurbedragen, de huurpenningen wel voor neertellen, al vlieg je of al vlieg je niet. Dus de SLM gaat groter in rood gaan, sowieso gaan ze in rood gaan. Of ze nog recht hebben van bestaan, dat kan alleen maar gaan gebeuren als de overheid een substantiële injectie voor gaat geven. Maar de vraag is ook nog, heeft deze overheid of de aankomende overheid nog wel geld genoeg? Laat me de telefoonlijnen voor u opengooien en ik verwelkom uw maatschappelijke mening op ons telefoonnummer 532037 in de Rashid Pirkans Kal A. Jorkel.
COVID-19 nieuws uit ons eigen land. Het is zeer bedroevend, maar het aantal gevallen neemt jammer genoeg toe. We hebben 280 active cases. We hebben 335 mensen die positief zijn getest. We hebben jammer genoeg, en dat condoleer ik bij deze ook nog de nabestaanden, we hebben 13 doden in ons land. 242 mensen zijn hersteld, 8 mensen liggen in intensive care en 529 mensen zijn in quarantaine. Vanmorgen was de buzzword overal, is dat ook de voorzitter van Pirtjele Hoer, Salam Somaharjo, positief getest is met het coronavirus. Er zijn ook swabtesten gedaan op verschillende politici, onder andere Chan Santokki, de voorzitter van de VHP, is er een test gedaan en bij hem is het negatief. Negatief betekent niks anders dat hij niet besmet is geraakt, althans niet positief is. Hij is negatief. Echter is de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, positief getest. En de vraagstelling is nog hoeveel mensen mogelijk een swab moeten doen, een coronatest moeten gaan doen. Omdat maandag jongsleden, 29 juni, waren alle mensen aanwezig in de Nationale Assemblée, waar de nieuwe parlementariërs beëdigd waren. En niet alleen de parlementariërs waren daar, met journalisten daar. En ja, de totale regering met hun staf waren daar aanwezig. Er waren enorm veel mensen op maandag 29 juni aanwezig op een vrij zeer klein oppervlakte. Dus het is nu ook zaak dat al die mensen die daar aanwezig waren, dat die mensen zich ook gaan laten testen als zodanig om te zien of zij niet besmet zijn geraakt. Wat wel morgen doorgaat, heb ik begrepen dat het parlement morgen bij elkaar komt in een huishoudelijke vergadering. En ja, hoe ze deze vergadering gaan beleggen en bijwonen, dat is en blijft nog een raadsel. Maar het een en ander moet toch wel doorgaan. Omdat het parlement bij elkaar moet komen, om een datum te bepalen voor de verkiezing van de president en de vicepresident in de Nationale Assemblée. U weet dat men daarvoor 34 stemmen voor nodig heeft. Wil men het af kunnen ronden in de Nationale Assemblée? Als we kijken naar de cijfers, dan zien we dat de coalitiepartners geen 34 hebben in totaal, maar ze hebben wel 33. Dat is de VHP 20, de ABOP 8, NPS 3 en de Pirtjele Hoer heeft 2. En dan komen ze op 33. In theorie 1 tekort om die president en vicepresident in het parlement te kiezen. Maar ruim 2 weken geleden heeft de politieke organisatie de BEP, die 2 zetels heeft gehaald, reeds bekendgemaakt dat ze de kandidaten bij de presentatie zullen gaan gedogen. Dus men houdt er ook rekening mee dat met die 2 parlementaire zetels van de BEP men dan wel op een aantal van 35 gaat komen, op 35. Dat is wat men op reken. Mochten mensen allemaal zich aan hun afspraak houden op die bewuste dag, dan zal er, wanneer de datum bekend is, dan zal die president en vicepresident dan gekozen worden met zeker 35 mensen, tenzij de NDP ook zegt van jongens, zeg ook voor jullie stemmen. Dat zou ook wel kunnen, maar dat weten we ook nog niet. Het is nog ook onduidelijk of de NDP een kandidaat zal gaan presenteren als president en vicepresident. In theorie moeten de coalitiepartners met de ondersteuning van de BEP, moeten zij in principe feilloos er doorheen kunnen. Maar we kennen de taferelen nog van het jaar 2010, waarbij men toen ook afspraken had gemaakt voor het verkiezen toen van een voorzitter van het parlement en een vicevoorzitter van het parlement, welke afhankelijk zou zijn Salam Somaharjo als voorzitter en Ruud Weidenbos als ondervoorzitter. Maar toen de stemming plaatsvond, bleek dat niet een ieder zich aan hun afspraak had gehouden in 2010. Toen werd toen gekozen Jenny Simons, waarbij 2 mensen die zich niet hebben gehouden aan de afspraak, dat waren toen 2 mensen van de ABOP, die zich niet hadden gehouden aan de afspraak, toen voor de andere kant hebben gestemd, in dit geval voor Simons. En Doe heeft toen ook voor Simons gestemd, de politieke partij Doe. Maar Doe had wel van tevoren gezegd dat ze voor Simons zouden stemmen. Wat er toen wel was gebeurd, zijn die 2 mensen van de ABOP die zich niet aan hun afspraak hadden gehouden. Dus uiteindelijk kregen we een parlement daar in 2010,
met Simons als voorzitter. En we kregen toen iemand van de oppositie als ondervoorzitter. En dat was Ruud Weidenbos. Dus wat er dit keer gaat gebeuren, als mensen zich aan hun afspraak gaan houden, dan hoeft er in principe niks mis mee te gaan. Niks mis te gaan. Maar we gaan later nog meer erover praten, want er kan in mijn land van alles gebeuren. Mensen houden zich niet zozeer aan hun afspraken. Dat hebben we ook recentelijk gezien. Toen er een coalitieovereenkomst was getekend, met veel bravoure was het getekend, bleek dat één partij, welke nog niet eens in het regeercentrum zich reeds bij de aanvang, na de ondertekening kenbaar maakte, dat ze het niet eens meer waren dat één van de partners een nieuw op te richten departement toegewezen kon krijgen. Dus de breuk is al ontstaan, reeds na het tekenen van een overeenkomst. Maar we praten later nog meer erover. Dus nogmaals, er zijn swabtesten gedaan, coronavirustesten gedaan op de voorzitter van de VHP, Chan Santokki, en hij is negatief getest. Wat betekent dat? Niks anders. Hij is niet besmet met het coronavirus. Echter heel jammer. Ook is dat Rusland positief is getest. Dat is de voorzitter van de NPS. Een andere persoon die positief getest is, dat is de ondervoorzitter van de NPS. Dat is de heer Gerard Pauwiro-Rijo. En we weten ook dat de voorzitter van Percelle Hoer ook positief is getest. Een heleboel mensen gaan op de een of andere manier gecontroleerd moeten worden, omdat, laten we die van Gerard Pauwiro-Rijo, by the way, we wensen ze allemaal heel goede gezondheid. Niet alleen deze mensen, maar ook alle mensen die momenteel besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dus alle mensen, niet specifiek deze mensen. Opmerkelijk is bij deze dat de heer Gerard Pauwiro-Rijo, de ondervoorzitter van de NPS, was prominent aanwezig tijdens een congres van de NPS op 26 juni. Het is nog onduidelijk of hij toen al besmet was geraakt met het virus of nog niet. Mocht het echter zo zijn, dan ik hoop van niet, dat wel, het is niet mijn wens, ik hoop van niet. Maar mocht het anders verlopen, dan zijn misschien mogelijk ook andere congresgangers die daar aanwezig waren, mogelijk ook besmet geraakt. Wat ik niet zeg dat het zo is, maar men moet wel even goed ernaar kijken. Wat het parlement aangaat, is Somohardjo was in het parlement maandag. Greg Rulles was ook in het parlement maandag, by the way. Dus de vraag is, waar hebben ze het opgelopen? Zijn ze ermee ook gegaan naar het parlement toe? Want ze waren allemaal op maandag jongsleden daar aanwezig. Dus het is nu even testen, alle mensen testen, zover zij het gevoel hebben dat ze getest moeten worden, dan is het adviseerbaar dat ze dat alsnog doen. Dit is Rashid Pierkans, Kul Ajor Kul. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. De rechters gaan de strafzitting weer hervatten. Men probeert die operatie weer te starten en op 6 juli willen ze dat weer gaan starten. Men gaat over naar een gefaseerde normalisatie. Men gaat geen publiek toelaten en de COVID-protocollen worden dan wel in acht genomen. Zoals u weet wil men de scholen ook een doorstart geven op 6 juli, dan wel niet alle klassen, maar de examenklassen. Men wil de examens gaan afnemen op 6 juli. Maar men heeft derhalve nog geen afspraken gemaakt met het openbaar vervoer, met de bussen, of zij al dan niet mogen rijden of niet. En zo ook niet met de OBS. Dat zijn die grote schoolbussen die kinderen vervoeren en de boothouders. Daarmee zijn er nog geen afspraken gemaakt. Maar de PLO heeft besloten dat ze per 6 juli hun stadstarief zullen gaan veranderen naar 4 SRD. Echter doen ze dit zonder toestemming van de overheid, omdat ze de mening zijn toegedaan dat ze sinds 23 maart niet rijden en ze kunnen niet langer wachten op de overheid om een besluit te nemen. Hoe dat zal aflopen, gaan we daarover mogelijk straks doorpraten in deze uitzending. Goedenavond, u bent in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Ja, goedenavond meneer Farid. U hebt net gezegd van dat van de presidentsverkiezingen, dat er een 2/3 meerderheid nodig is. Het is inderdaad bekend dat BEP haar medewerking heeft toegezegd. Dan komen ze op 35. En
Dat was echt van, misschien gaat, ja, je weet nooit dat misschien de NDP ook gaat meewerken. Maar kijk, als de NDP gaat meewerken, dan hoeven ze dan geen kandidaat te stellen. En dan hoeft er eigenlijk niet gestemd te worden, dan wordt de VP en de president bij acclamatie gekozen. Ik vind het fijn dat u dat ding hebt aangehaald van 2010. Ogenblikje, want alarm stoort even hier even. Ja, het is wel alarm die me meldt dat het programma van u begint. Oké, okay, ja. Ik vind het fijn dat u dat van 2010 even hebt aangehaald. Ik zit er al 10 jaar mee. Dat van het verraad waarmee we te kampen hadden in 2010 toen voorzitter van het parlement, het DNA, gekozen moest worden. U hebt net bij naam genoemd, een partij, ABOP. Maar meneer Pierkan, wanneer je het is, bij het kiezen van de voorzitter en de ondervoorzitter, dan gebeurt dat niet bij handopsteking, maar het is een geheime verkiezing ook. Hoe weet u dat het ABOP is, dat er 2 mensen van ABOP zijn, die als het ware, laten we dat beetje bij de naam noemen, hè? Dat de 2 leden van ABOP waren die toentertijd verraad hadden gepleegd. Laat me even direct aanvullen. Dan ga okay. ik voor, ter herinnering. Het is een aantal keren in deze uitzending bevestigd geworden. Niet het woord verraad is gebruikt, let wel. Maar dat men spijt ervan heeft dat het zo is verlopen. En dat is door ABOP-mensen hier bevestigd in Kel Ajorkel. Oké, prima. Mooi. Daarom zeg ik het met nadruk. Oké, mooi, want... Oh, sorry weer hoor. Sorry. Heb je een tweede alarm aan? Van programmatie. Maar is nou die gaat alarm aan dat die uitzending is afgelopen? Oké, ja, want ik zat er echt jaren mee. Want het is ook publiek geheim, want niemand minder dan meneer Kastelen, die had het gezegd. Want hij had een stembriefjes, of het illegaal was of niet, gelukkig maar, hij had stembriefjes gemerkt waardoor hij erachter was gekomen en hij noemde de naam onder andere van Marinus B. Wat zegt u daarvan? Nou, ik heb geen naam als zodanig, maar ik kan me wel herinneren het moment van 2010 dat Kastelen wel die opmerking had gemaakt. Maar ik kan datgene wat Kastelen heeft meegemaakt niet bevestigen, dat is voor zijn verantwoordelijkheid. Oké. Want het is wel een beetje lastig dat we al 10 jaren eigenlijk moeten, om af te sluiten hoor, ik roep journalisten op om meneer Marinus B. op de man af te vragen of het klopt, of hij het is geweest, zodat we in het reinen kunnen komen met hem. Want eigenlijk stoort het me. Maar goed, Prima. Was het alsjeblieft. Is goed, dank u wel. Dit is Kel Ajorkel. Kijk, in 2010 heeft New Front toen ook een overeenkomst getekend met de ABOP. En op basis van die overeenkomst en die afspraken zou men gaan stemmen in de DNA. Als alles vlot verlopen was, dan zouden we 10 jaren lang niet een soortgelijke regering hebben gekregen. Maar het is anders verlopen. Een van de redenen waarom ze onder andere hebben gezegd, door de jaren heen steeds hier en daar ook hebben gezegd, is dat men ook niet content was met het feit dat in 2010 de ABOP in, dacht ik, 1 of 2 districten, primair, althans weet ik zeker van 1, niet kon deelnemen aan de verkiezing, omdat men te laat had ingediend. En dan misschien kent u de term nog, laat is laat. En doordat ze minimaal, dacht ik, met 1 district niet konden meenemen, hebben ze nooit kunnen overstijgen datgene wat gebeurd is op die dag, dat ze niet hebben kunnen meedoen. Dus ze hebben er achteraf wel spijt van gehad. En dat hebben ze een aantal keren hier en daar gezegd. Ze zijn wel toegetreden tot die regering in 2010. ABOP is toen heel goed geaccommodeerd geworden. Ze mochten zelf een vicepresidentkandidaat voordragen. En er kwam toen een compromiskandidaat uit de bus. En dat werd toen Robert Amirali, op zich geen ABOP'er. Maar hij werd toen plotseling wel ABOP'er omdat hij VP werd en ABOP kon hem dragen. En toen werd hij VP. En het verhaal kent u, dat vindt u allemaal in de geschiedenis. Boeken, zo niet. Op Google vindt u dat allemaal wel.
Dus waar gaat het verhaal nu eigenlijk naartoe? Het verhaal gaat er naartoe dat als iedereen correct gaat stemmen en hun stem gaat uitbrengen, dan zou er bij deze verkiezing, niets moeten gebeuren. Maar het kan ook zo zijn, want het is nog niet duidelijk, dat ga je op de dag van de vergadering pas te weten komen of de NDP ook twee kandidaten gaat voordragen, want iedere politieke organisatie die 7 parlementaire zetels heeft, mag een kandidaat, of zo je wilt, 2 kandidaten voordragen, president en vicepresident. Dus het is nog onduidelijk wat de NDP gaat doen. Of de NDP kandidaten gaat voordragen. Want het moet nog net even misgaan. En die kandidaten worden niet gekozen in het parlement. Want er is vooralsnog, volgens de afspraak met de BEP, is het verschil heel marginaal. Ze komen op 35 met de BEP. Zonder de BEP komen ze op 33. Dus het is heel marginaal. Dus het moet nog net even op dit moment, op die vergadering, nog net 2 mensen zeggen. Oké, ik verander van gedachten. En dan krijgt het hele verhaal een andere wending. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond. Ja. Gaat u gang? Ja, ik heb net gehoord van u dat er nog niets is besproken met buschaufferen, openbaar vervoerders, omtrent school om 6 juni. Maar ik wilde zeggen dat er ook niet is gesproken met leerkrachten. Leerkrachten hebben via de media, waaronder uw medium ook, vernomen dat de scholen om 6 juni van start gaan. Oké. Dus misschien kunt u dat ook even aantrekken. Want met de leerkrachtengroep wordt dit ook niet gesproken. We worden goed opgedragen van jongens daaraan melden. Oké, dankjewel. Dan neem ik dit even mee. Het kan best wel zo zijn dat inderdaad, kijk, de scholen zijn formeel dicht vanwege COVID-19. Maar in principe is het schooljaar nog niet afgelopen. In principe is het schooljaar niet afgelopen, want er worden constant ook online lessen gegeven aan leerlingen door verschillende leerkrachten volgens een bepaald model. Dus als het ministerie plotseling oproept dat je moet komen werken, ja, dan moet je komen werken, hè? Want je bent nog in dienst. Je bent niet op vakantie. En het is overigens geen vakantie. Dus de bekendmaking is uitgegaan dat het 6 juli is en de schoolleiders zullen het op hun eigen manier hebben gehoord. Ze gaan er niet overal hangen, omdat het om een besloten kring gaat die zich moet aanmelden. Dus als die overheid zegt en Minhof zegt van leerkrachten, u moet zich aanmelden op 6 juli, dan moet dat wel gaan gebeuren, want je bent formeel wel in dienst. Maar uiteraard neem ik aan dat het ministerie de protocollen op zijn place heeft om ervoor zorg te dragen. Dat ook die leerkrachten precies weten wat ze doen. Hoe die klassen ingedeeld gaan worden, wat de COVID-protocollen gaan zijn op school, hoe een kind het terrein betreedt, hoe mensen het terrein betreden, dat die protocollen wel vastgelegd worden. Dus dat is, de Minhof moet ze gewoon melden, je moet aanmelden. Oké? Dus ik ga ervan uit dat ze die oproep hebben gekregen. Ik ken tenminste 1 persoon die het heeft gehad, dus neem ik aan dat het doorgaat naar de rest van de mensen. Wat de PLO aangaat, de PLO als ze eigendunkelijk een tarief gaan bepalen van 4 SRD en ze gaan hun eigen COVID-maatregelen toepassen zonder af te stemmen met die overheid, dan betreden ze ergens een grenslijn wat niet mag, hoewel ik ze wel begrijp dat ze sinds 23 maart geen inkomsten hebben, maar bushouders zijn onderhevig aan een vergunning. Maar het is ook taak dat die overheid met die bushouders gaan praten, want die bushouders hebben al lang gevraagd voor een gesprek. Maar die minister Tjotkan, die is niet te vinden om ze te woord te staan. Goedenavond, u bent in de uitzending. Hai, goedenavond meneer Pirkan. Ja, goedenavond. Hai, ik bel voor het eerst, maar ik luister elke keer aan uw programma. Het is een heel fantastische programma. En ik wil even mijn mening doorgeven. Gaat u gang, meneer. Ja. Meneer Brunswijk is voorzitter van de assemblee. Is wel leuk en heel fantastisch, ik vind het. Onze Maronsbroeder. Maar ik vind die functie die hij heeft. Hij kan ook als hij. Ik ga hem niet beledigen of zo. Hè,
Maar ik zeg, als hij niet te rentabel is met de Nederlands, hij kan ook de Neger-Engelse uitspreken. Ja, en ik vind dat Deu Sherman is ook een goede vicevoorzitter geworden. En ten aanzien van de andere coalitie, de oppositie kon zijn werk ook verder doen. En ik vind, ik wil nog iets wat doorgeven, maar ik hou het even, u kunt het verder even nemen hoe het gaat. Hartelijk bedankt. Oké, dankjewel. Kijk, de Brunswijk is voorzitter geworden. En los van zijn minpunten, heeft hij ook historische pluspunten. Ik vind het zelf heel geweldig, hè. Nu, dat een Maron, iemand van de Maron gemeenschap, voor het eerst in onze parlementaire geschiedenis is een Maron voorzitter geworden. Weet je hoe geweldig dat is? Het is onvoorstelbaar dat het toevallig Brunswijk is, prima. Maar we moeten niet vergeten dat Caprino Allendi, die was toen van de BEP en die was toen voorzitter van de BEP, ook eens ondervoorzitter was en hij is ook een Maron. Maar misschien valt Brunswijk anders op, omdat Brunswijk, Brunswijk heeft een groter postuur, Brunswijk is opvallend, Brunswijk praat anders. Maar ik wil hem toch het voordeel van de twijfel, want het kan een leuke voorzitter worden hoor, ik mag me echt geloven. Brunswijk kan een hele leuke voorzitter worden als hij daar op die stoel blijft. Want zo slecht is hij weer ook niet om een vergadering te draaien. En nota bene, alle voorbereidingen van een vergadering worden bijna gedaan door die griffiers. Je moet die griffiers die naast het parlementsvoorzitters en ondervoorzitters zitten, moet je niet onderschatten. Driekwart van het parlementair werk wordt buiten uw gezichtsveld gedaan. Wat u en ik meemaken zijn alleen de openbare vergaderingen. Alleen dat maken we mee. Maar dat is een fractie van het geheel werk van het parlement. Is een fractie van het heel werk. Dus driekwart van het werk wordt buiten ons gezichtsveld omgedaan. En al deze voorbereiding van de voorzitter, als ook die ondervoorzitter, die worden allemaal gedaan door mensen die daar werken in de administratie. Mensen die werken op de griffier, die mensen hebben verschrikkelijk veel ervaring. Dus ik denk wel dat hij wel er doorheen komt. Dit is Kal Ajor Kal. Ik heb 2 interviews eerder op de dag gemaakt in verband met Kitty Kotti. Ik heb 1 gemaakt met Steven Alfaisi en ik heb er 1 gemaakt met Ricky Stoeghart. U weet dat het vandaag 157 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. Laten we dan alvast 1 van de interviews gaan luisteren, zodat we kennis kunnen gaan nemen van hoe men erover denkt. We gaan eerst luisteren naar Steven Alfaisi en ik vroeg hem hoe zijn gedachte is over deze dag van 1 juli, 157 jaar geleden. Gaat u meeluisteren en gaat u meekijken. Dames en heren, in verband met 1 juli, Kitty Kotti vandaag, dat is 157 jaar geleden, praten wij vandaag met Steven Alfaisi. Steven, hoe kijk jij naar deze dag, de afschaffing van de slavernij? Goeiedag Farid. Laat me beginnen om jou en alle Surinamers ook te feliciteren met de herdenking. Sommige mensen zeggen viering, ik zeg herdenking. En ik wens altijd iedereen een bezinningsvolle viering van de Kitty Kotti toe. Omdat als je praat over slavernij en hetgeen de mens moest doorstaan, die vernedering, onderdrukking, maar ook die martelingen die mensen hebben moeten doorstaan, dan heb je, al is het afgeschaft, maar je zal altijd terug moeten denken naar wat onze voorouders allemaal als Surinamers hadden meegemaakt. En dan zeg ik daarom een bezinningsvolle Kitty Kotti. Dat geeft in feite al een beetje aan hoe ik als persoon kijk tegen de viering van Kitty Kotti. Het moest er zijn, omdat de hele wereld zelf heeft gezien dat dat niet kan. Dat je een andere persoon uitbuit als in feite werktuig. Dat is enerzijds een deel van het verhaal, maar anderzijds weten we wat er ook
door blijft sudderen. Er blijft een trauma over voor mensen, de nakomelingen. En we zien tot de dag van vandaag dat mensen er steeds nog tegen vechten. Belangrijk is natuurlijk als Surinamer, is dat we moeten beseffen dat emancipatie een proces is. Het is een fysieke fight geweest, maar daarnaast is het nu een mentale fight welke er plaats moet vinden tussen de Surinamers, in de Surinamers, om uiteindelijk te zeggen dat we daadwerkelijk volledig geëmancipeerd zijn. Zie ik dat? Oké, meneer Steven Alfaisi, hoe kijken de Marrons echter aan naar deze dag? Want de Marrons, dat is bekend, dat zijn onze broeders in dit land, in ons land, die zijn gevlucht destijds en hebben strijd gevoerd tegen de kolonisator van die tijd. Vieren zij die 1 juli ook wel? Maar zo niet, hoe kijken zij er tegenaan? Laat me in ieder geval aangeven dus dat ik nu praat als een nazaat. Ik ben in ieder geval een Surinamer en met een, als nazaat van een Maron. Dus ik wil benadrukken, op de eerste plaats ben ik Surinamer. En we komen er niet onderuit dat wij van verschillende kanten en delen van de wereld zijn gekomen om hier Suriname te vormen. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. Natuurlijk... als nazaat van een Marons voel je natuurlijk altijd trots dat je zegt van we hebben dus in principe gedurfd, mijn voorouders hebben gedurfd om die stap te maken om die hele pinari, de hele onderdrukking en vernedering en marteling te ontvluchten. En strijd te voeren daarna ook tegen die onderdrukking, die marteling, vernedering. Ja, dat is voor een man, maar ons voelt dat trots aan. En op deze dag nemen we dat natuurlijk ook mee. Omdat continu, als je schopt en strijd voert tegen elke vorm van slavernij. En het moment dat het wordt afgeschaft, dan ben je... in ieder geval content dat niet alleen jij als persoon of als groep eruit zit, maar ook de rest van de samenleving. Dus nogmaals, wat duidelijk moet zijn is dus dat wanneer we praten over Marons, moeten we weten dat er 1 groep zwarten hier naar Suriname zijn gekomen. We noemen ze slaven, Afrikanen, en de mensen zeggen het niet, zijn Afro-Surinamers. Dus 1 groep is gekomen. Wat men moet weten is dat de mensen die we Marons noemen ook familieleden zijn van mensen die we soms stadskriolen noemen. In die tijd is het gaan vervagen, maar er zijn een heleboel familie- en bloedlijnen tussen zogenaamde Marons, ik noem ze zogenaamd, zogenaamde stadskriolen, omdat er uiteindelijk 1 familie zijn. In de tijd zijn ze gaan splitsen, hebben eigen community gesticht, maar het is niet dat ze andere soort mensen zijn. Als ja. Er is een ander soort cultuur ontwikkeld, dat is wel een gegeven. Dus voor de Marons, als nazaat voel ik me natuurlijk heel trots dat mijn voorouders hebben gevochten daartegen, tegen slavernij. Maar natuurlijk zijn we natuurlijk vieren we ook mee onze broeders en zusters ja. Die toen achter waren gebleven en nog een aantal die zijn ja nog hebben meegemaakt die vorm van slavernij. Dus het is niet een zeggen van het gaat ons niet aan, het gaat ons allemaal aan als Surinamers. Dat moeten we dus uiteindelijk gaan beseffen. Ja, meneer Steven Alfaisi, maar de Marons, daarvoor hebben we een eigen dag voor, dat is 10 oktober. Die kijken op hun dag anders naar het geheel dan op deze dag. Dus de vraag is nu, van, is er nog een historische wranggevoel tussen de Maron en de zogenaamde stadskriool? Nee. Dus in ieder geval, tot zover ik dat weet, er zullen natuurlijk exponenten zijn die, en in alle bevolkingsgroepen heb je dat, laten we daarover duidelijk zijn, dat er altijd een vorm van discriminatie en racisme aanwezig is. Dat gaan we niet weg kunnen maken.
Wat we moeten doen is uiteindelijk groeien naar één. Maar dat is een heel lang proces. Het is een proces. We zien dat in wording. Dat we gaan groeien als Surinamers toe naar één natie. De dag van 10 oktober. Ik zelf, sommige mensen noemen het de dag van de Marons. In feite bekende benaming. Maar je zou het moeten zien als het maar kan gebeuren voor Suriname. Je zou het de dag daar bevrijding kunnen noemen, noem maar op, de juiste benaming. Het is een markant gebeuren in onze geschiedenis, waarbij uiteindelijk dus de kolonisator gedwongen was om vrede te sluiten, omdat ze de strijd niet konden winnen van de Marons, zoals ze werden genoemd. En maar meneer Al-Faisi, kunnen we zeggen ook dat mede door de druk van de Maronstrijders van destijds, dat wij die 1 juli te danken hebben, dat onder hun verzet, hun druk, het ook bewerkstellig is geworden? Ik zag enerzijds wel en anderzijds. Enerzijds hebben we gemerkt dus dat men gedwongen was vrede te sluiten, vanwege dus de schade aan de economie. En daar ging het bij de kolonisator om, winstmaximalisatie en schade aan je economie. Dus je merkt dus dat men dat die rust wilde hebben. Maar men ging, men probeerde continu dus door te gaan met de andere slaven, dus andere mensen dus die men nog in slavernij had om als productiemiddel te gebruiken. Maar de hele wereld op een gegeven moment was tegen deze vorm van uitbuiting van de mensheid. En we zien dus die globale, die mondiale beweging die op een gegeven moment zei van daarmee moeten we stoppen. In Engeland waren ze reeds lang gestopt. En de andere landen waren op een gegeven moment gedwongen om dat ook te doen. Maar ook in die tussentijd waren er andere zienswijzen over hoe moet je omgaan met de economie. Moeten we doorgaan met deze vorm van slavernij? Of kunnen we, ik zeg het ook zo, kunnen we met ons overheidssysteem de mens op een andere manier uitbuiten. Weet je, we hoeven niet zoveel risico's en zoveel zorgen meer te hebben als we andere vorm van economische benutting van de mens zouden toepassen. En dan, dat is men gaan omgooien. Maar nogmaals, ik zeg van, het heeft anders is ook bijgedragen, ja. Natuurlijk de fight van de Marons, om te zeggen van, we krijgen meer schade dan we voordelen zullen hebben, laten we het loslaten. En richting een andere vorm van economische management, beheer van het land gaan. Oké, meneer Steven Al-Faisi, tot slot. Hoe kijkt u aan tegen de historische dag dat er voor het eerst in onze parlementaire geschiedenis, maandag 29 juni jongstleden, de eerste Maron gekozen is geworden als voorzitter van de Nationale Assemblée? Is een markant gebeuren. Ik zelf als Maron nazaat, maar ook als Surinamer, ik ben heel trots daarop. In feite, de realiteit is dat we moeten erkennen dat er in de loop der tijden door onze voormalige kolonisatoren, maar ook kolonisatoren, want niet alleen Nederland was onze kolonisator, maar ook Engeland, de Fransen, noem maar op, is er een splitsing gebracht in de samenleving. Ook door het optreden van de Marons die zijn ontvlucht, is er een deling gekomen in de samenleving. En op een gegeven moment, na die hele emancipatie, maar ook na de onafhankelijkheid, heb je ook het geval dat groepen met betrekking tot de ontwikkeling achter zijn gebleven, of achter waren gebleven. En een van de groepen, dat is de Maron groep, samen met de inheemse groep die achter is gebleven. En die moesten dan terugkomen van die achterstand. En wij hebben dus natuurlijk gezien dus dat stelselmatig is gebeurd. Dat de Marons zich heeft weten op te werken. En in feite, het moment dat je op dit niveau een hoogste functie bekleedt in het land, nationaal, dat je merkt dus dat er sprake is van een stukje acceptatie. En dat die gap wordt weggemaakt. En dat is een gebeuren als Surinamers dat we richting gelijkheid en gelijkwaardigheid gaan.
waar op een gegeven moment er geen issue meer zal zijn over ben je nou Marons of ben je nou Hindustan, jij bent achtergesteld en ik niet. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. En uiteindelijk zullen we naar elkaar moeten toegroeien. En ik hoef dat niet uit te leggen, u weet het ook, dat het een hele moxiepad wordt op dit moment met de Surinamers. Mijn neefje, mijn zoon, die kijkt niet meer van, jij bent in Rustan, Javaan, is dit maar op dit reis, dan gaan ze met elkaar en dat vormen ze een heel mooie mix. Mm. Dus die positieve stappen, dat vind ik in dat proces van natievorming, vind ik dit een maar kan gebeuren. We zouden het, sommige mensen zouden willen zeggen van, is niet de juiste persoon die we daar zouden willen hebben. Maar we komen er niet onderuit, dat is de politieke realiteit. Kijk, als ik zou kijken naar normen en waarden, dan zou je zeggen van, geen maar iemand anders. Zijn binnen de politieke organisaties zijn er andere mensen die dat zouden kunnen invullen. Maar we weten dus dat onze grondwet, onze kiesstelsel nog niet op dat punt is om die ruimte te faciliteren dat als het gaat om moraal en ethiek, dat we de juiste mensen gemeenschappelijk die houding hebben, zeggen dat we de juiste mensen op de juiste plaats hebben. Dus we moeten dealen met die politieke realiteit en totdat het is veranderd. Maar ik kijk dus niet zozeer op dit moment, we kunnen daarover een andere dag praten, maar ik kijk dus naar de gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. En dat is markant voor Suriname, dus niet alleen voor de Maron groep. Oké, meneer Steven Alfaisi, mag ik u bedanken en mag ik u verder een heel mooie dag toewensen. Ik wil ook aan jou en met je gezin, want de rest van Suriname, een bezinningsvolle een mooie dag toewensen onder COVID-omstandigheden. Stay safe, wees voorzichtig en laten we naar elkaar groeien steeds meer en meer als één natie. Zo, prima. Dat was Steven Alfaisi. Hij is van Maron Komaf. Hij is ook de voorzitter van de politieke organisatie DOE. En u hebt het gehoord, we hebben met hem gepraat in verband met 1 juli, het is vandaag 157 jaar geleden. En u ziet hoe plotseling ons leven kan veranderen. Plotseling kan ons leven veranderen. Vandaag zouden wij in grote getalen op straat zijn. We zouden bij de vele culturele activiteiten zijn om 1 juli te vieren. Waterkant, zoals gebruik op deze dag in en rond de omgeving van Palmetuin, zou vandaag heel druk zijn. De mensen zouden met hun standjes staan om hun etenswaren en hun dranken te verkopen. Maar kijk hoe ons leven vandaag aan de dag totaal is veranderd. En doordat wij geen keus hebben, want we hebben geen keus, moeten wij ervoor zorgen dat we allemaal ons aan de regels houden om ervoor zorg te dragen dat we allemaal gezond blijven en dat we allemaal ervoor zorgen dat we onze medemens ook beschermen, behalve onszelf, ons medemens ook beschermen. Goedenavond, dit is Kala Jorkal, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond. Goedenavond, meneer. Ik wil even een vraag stellen. Gaat u gang, u bent in de uitzending. Meneer Brunswijk. Gaat u gang. Op social media en in de pers soms en wordt er soms gesproken over dat hij veroordeeld is in Nederland en in Frankrijk. En dat hij op de lijst stond van Interpol, et cetera. De vraag is van, ik had gezien dat hij niet meer op de Interpol-lijst voorkomt. En de vraag is van, zijn die veroordelingen niet al verjaard? Of, hoe zit dat eigenlijk? Want ik las op social media dat hij niet kan reizen en dat soort dingen. En ja, dat zijn toch wel zaken waar we ons zorgen over maken, denk ik. Omdat we ook zagen dat parlementsvoorzitters en vicevoorzitters soms ook in verband met commissies en dat soort zaken moeten gaan reizen. Prima, dank u wel. Dus ik heb... Oké, we begrijpen die vraag, maar u moet ook weten, toen president Desi Bouterse gekozen werd in 2010 als
president van Suriname. Ook Desi Bouterse als persoon heeft een vonnis in Nederland die hij nog moet gaan uitzitten. Ik dacht dat het van 11 jaar was. Maar u moet ook weten dat een vonnis in het buitenland geen rechtskracht als zodanig heeft op ons territorium. Het staat in onze grondwet, wat onze moederwet is, dat een Surinamer niet uitgeleverd kan worden. Dus daarmee, als je dat begrijpt, dan als zou jij bij wijze van spreken iets hebben gedaan in Amerika, op Sint Maarten, in Libië, in dit geval in Nederland, dan zou die Surinaamse burger op basis van wat in de grondwet staat niet uitgeleverd kunnen worden. Dus dat geldt ook voor meneer Brunswijk. Dus, maar hoe hij daarmee gaat omgaan en hoe hij ermee omgaat en door straks meer antwoord geven op uw vraag, kom ik straks terug na deze beller. Goedenavond, u bent in de uitzending. Meneer Pirkan, een hele goede avond. Goedenavond. Ik wil namelijk hebben omtrent toen de Afrikanen naar Suriname kwamen, waren het niet zo dat in de schip Creolen en Marons waren. Het waren black people. Overal internationaal, of je naar Amerika gaat, Holland gaat, welke land dan ook gaat. Alleen in Suriname heb je Creolen en Marons. Er moet iets eraan gedaan worden, want het is eigenlijk geen Creolen en Marons. Het is één bevolkingsgroep die vanuit Afrika naar Suriname kwam. Net hoe je de Hindoestaan hebt, de Javaan hebt. Dus mijn Creoolse broeders, mijn Maron broeders, jullie moeten wel werk hiervan maken. Net hoe we nou zeggen inheemse. Precies zo moeten we Creoolse en Marons broeders werk ervan maken. We moeten op één ding komen. Onthoud, jullie zijn allemaal vanuit Afrika naar hier gekomen. Alleen in Suriname komt het voor Creolen en Marons. En jullie moeten wel wat eraan doen aan die eenheid. Maar nogmaals, die eenheid moet er zijn. En niet alleen de eenheid bij de black people in Suriname, moeten wij allemaal in eenheid leven. Maar er moet echt hier aan gedaan worden. Van dat ding van Creolen en Marons. Want jullie zijn één vanuit Afrika gekomen. En meneer Pirkan, nog het tweede punt. Over een aantal weken gaat de nieuwe regering overnemen. En dat politiehoofdbureau op de hoek van de Wanikastraat en de Gemenelandsweg. Een verzoek aan de nieuwe regering die overneemt om nu eindelijk het politiebureau, een hoofdpolitiebureau te geven. Die ene die daar op de hoek van de Wanikastraat en Gemenelandsweg is. Echt om wat aan het gebouw daar te doen, geeft de politie nou eindelijk een hoofdbureau van politie. Meneer Pirkan, ik wens je een fijne uitzending verder en ik luister naar uw mening. Oké, dank u wel. Historisch gezien, we gaan later ook praten met de heer Ricky Stuttgart in verband met Kitty Kotti. Als je blijft luisteren, gaat hij dat ook een beetje uitleggen. Historisch gezien, een paar eeuwen geleden, is toen de Marons hebben de strijd opgenomen, hè, tegen de kolonisator. En op basis van het feit, dan kent u dat verhaal, zijn ze in het achterland terechtgekomen. Maar de mensen die in de stad zijn gebleven, en dat zijn de stadskriolen, dat noemen wij de stadskriolen voor de verhouding, hebben altijd een beter bevoorrechte positie gehad. Ik zou niet zeggen een gigantische grotere positie, maar ze hebben wel een betere bevoorrechte positie gehad dan al die mensen die honderden jaren lang in de jungle moesten verblijven. Het was ook overigens pas na de Tweede Wereldoorlog dat ze met de Marons namen toebedeeld kregen, familienamen toebedeeld kregen. Het was pas na de Tweede Wereldoorlog. Dus kan je nagaan hoe groot die gap is geweest. Maar goed, het is leuk voor de geschiedenis, maar ik begrijp waar je naartoe wil gaan. Je wil gaan naar een eenheidsvorming, et cetera, dat begrijp ik wel. Maar een stukje de geschiedenis dat dadelijk, dat kan je niet uitvegen, want het ligt daar. Het leuke van geschiedenis, je kan het altijd terugvinden. Je kan je eigen interpretatie, je eigen mening overgeven, maar het ligt wel daar. Ten aanzien van het Hoofdbureau van Politie, deze regering heeft het gebouw van de voormalige gebouw van de Amerikaanse ambassade aan de Dr. Sever Edmondstraat opgekocht. Ze hebben het gekocht. En ze hebben het gekocht omdat daar volgens hun het Hoofdbureau van Politie moet komen, als je dat toevallig hebt gemist. Maar het gebouw dat staat op de hoek van de Gemenelandsweg en de Pengelstraat. Is dat de Pengelstraat? Wanikastraat, oké. Ja, Pengelstraat. Ja, Johan Adolf Pengelstraat op die hoek daar. Dat is een gebouw dat werd neergezet met fondsen uit Nederlands ontwikkelingshulp. Het waren niet uit eigen fondsen. En toen deze regering aantrad in 2010, hebben ze de bouwwerkzaamheden stopgezet. En er kwam plotseling een Johario Trusso of de bouwstructuren en of de bouwtekening nog goed was of niet. Uiteindelijk staat dat ding daar ook al 10 jaar. Dus men moet er wel naar kijken, omdat het is voor verloren geld.
En het zou eventueel afgemaakt kunnen worden in geval de bouwstructuren nog aangepast moeten worden. Dan zou dat ook wel eventueel kunnen, zover dat het probleem is. Maar het gaat wel afgemaakt moeten worden. Dit is Rashid Pierkans Kal Ajor Kal. Dit is de woensdagsaflevering. Vandaag is 1 juli. Vandaag is Keti Koti. En wij vieren het, of herdenken het. Sommige mensen vieren, sommige mensen noemen het een herdenking. Op een heel andere manier. We hebben de festiviteiten voor dit jaar niet. We kunnen niet op straat gaan. We kunnen geen grote samenscholingen hebben met elkaar. We kunnen die bonjour niet gaan drinken. We kunnen die lemmetje juice niet gaan drinken. We kunnen lekker eten niet gaan kopen. En op zo'n moment zou Waterkant nog heel druk zijn. Er zou ergens een bandje zijn. Er zouden ergens culturele tenten zijn. En kijk hoe ons leven is veranderd. Kunt u nagaan hoe het een jaar geleden is geweest tijdens 1 juli en die 1 juli van nu. Ik ben straks weer terug met meer Kal Ajor Kal. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot Kal Ajor Kal. Dit is de aflevering voor woensdag 1 juli 2020. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze uitzending. Ik verwelkom uw mening op telefoonnummer 532037. Live in deze uitzending doen we het vanuit Paramaribo, Suriname. Deze uitzending is ook te zien via YouTube en ook via onze Alpha Televisie Facebook kanaal. Terugkomend op die meneer die sprak over Brunswijk en zijn vonnis. Is het zo dat al heeft hij een vonnis, hij heeft een vonnis in het buitenland. Dat betekent dat hij kan normaal zijn werkzaamheden in Suriname doen. En zover je zegt van dat hij naar het buitenland eventueel zou moeten gaan, dan kan het zo zijn dat hij onschendbaarheid geniet. Maar het land die hij gaat aandoen, moet wel toestemming voor geven. Het betekent nog niet dat wanneer jij die onschendbaarheid geniet. En overigens, onschendbaarheid van een parlementariër is alleen in de vergaderzaal. Een parlementariër is niet buiten de vergaderzaal onschendbaar. Dat moet u weten, dat geldt ook voor meneer Brunswijk. Dus wanneer de vergadering aan is in het parlement en welke documenten ze ook mogen presenteren, wat ze ook daar in de zaal zeggen tijdens de vergadering, als die vergadering open is, dan genieten ze die onschendbaarheid. Maar wanneer ze dat op het terrein zeggen, dan zijn ze op dat moment niet meer onschendbaar. Dus je moet weten waar dat is. Dus mogelijk zal hij die landen niet kunnen bezoeken, tenzij zo'n land hem expliciet een visum toegeeft. Want je krijgt een visum, hè? Maar ze noemen dat een courtesy visa. Dat is het is geen gebruikelijke visum die jij krijgt als toerist. Het is geen gebruikelijke business visum. Maar het is een visum waarvoor men complementairie geeft aan diplomaten en of ook aan hoogwaardigheidsbekleders om een land of een territorium te betreden. Dat noemen ze een courtesy visa. Dus het is niet uitgesloten dat een land wel zegt van oké, jij mag mijn territorium wel betreden. Zo kon president Boutersen, ondanks het feit dat hij een vonnis heeft in Nederland, kon hij wel binnen de CARICOM gaan. Dat hebt u gemerkt, omdat de CARICOM-lidlanden hem die privilege wel hebben toebedeeld dat hij wel mocht gaan. Dus het land beslist ook op zichzelf of ik je verwelkom of niet. En president Boutersen was wel onschendbaar in de zin van omdat hij president is van een land, hij is een staatshoofd. Dus daar was er wel een verschil in. Dus het land, je mag een staatshoofd zijn, je mag onschendbaarheid hebben. Volgens het verdrag van Wenen mag je dat wel hebben. Maar het land mag je wel toegang weigeren als je op hun grondgebied komt. Waar ze je mogelijk geen toegang kunnen weigeren, is bij wijze van spreken als je de United Nations gaat bezoeken, de UN. De UN zetelt in New York. En de UN heeft een overeenkomst met de staat New York en met het land Amerika. En wat houdt die overeenkomst onder andere in? Dat ongeacht wie de United Nations wenst te bezoeken, dat is de World Body noemen ze dat ook weg, dat die een visum moet verkrijgen van het gastland. Dus in dit geval van Amerika. Daarom gaat u zien dat bij de UN iedereen naar daar mag gaan. Ook regeringsleiders die niet gewild zijn bij Amerikanen. De Amerikanen kunnen ze niet weg, want dat is die afspraak die gemaakt is destijds toen de UN werd opgericht en toen men besloot de vestiging te plaatsen in New York zelf. Dus daarom had president Boutersen, misschien kan je dat herinneren, in 2010 verkreeg hij toestemming, of hij ging naar de UN om de United Nations tijdens de algemene jaarvergadering toe te spreken. Dat was in november.
En toen ging hij er naartoe. Omdat hij wel een visum kreeg om de United Nations te bezoeken. Hij had geen visum gekregen om Mickey Mouse en Walt Disney te bezoeken. Want daarvoor krijgt hij geen visum. Maar ze konden hem niet weigeren en toen bezocht hij de UN. Dat kunt u zich natuurlijk wel herinneren. Dat was in november toen hij aantrad in 2010. Dus Amerika mag dat niet weigeren. Want op het moment dat Amerika visums voor het bezoeken van de United Nations in de staat New York gaat weigeren, dan gaat de World Body hoogwaarschijnlijk zeggen van, hey, kijk, weet je, ik kan hier mijn vestiging niet meer hebben en ik verhuis mijn vestiging, want ze hebben ook een afdeling in Genève, Zwitserland, en dat doen we al onze vergadering in Genève, Zwitserland. Maar je moet weten, World Body, de UN in New York, brengt veel geld op, hè, voor de staat New York. Het geeft het gezicht aan de staat New York. Het geeft een gezicht aan het land Amerika op zichzelf, dat de wereldorganisatie, de grootste multilaterale organisatie ter wereld, gevestigd is op het grondgebied van Amerika en in dit geval in de staat New York. Dit is Kalajorkel, live vanuit Paramaribo, Suriname. Fijn dat u er nog bij bent en fijn dat u tijd neemt om te luisteren. We weten intussen allemaal dat COVID-19 er is. Ons leven is anders, uw leven is anders, mijn leven is ook anders geworden. Hoe lang dat gaat blijven, dat weten we niet. Maar in elk geval kunnen we niet erop rekenen dat het morgen gaat veranderen. Daar kunnen we niet op rekenen. Dus het is zaak dat iedereen zijn eigen comfortzone zoekt van hoe verder met het leven en hoe moet je toch wel eventueel doorgaan. We weten intussen ook al dat Paul Somaharjo, de voorzitter van Persiale Hoer, positief besmet is geraakt. Als ook de voorzitter van de NPS, de heer Gregory Rusland, is positief besmet geraakt. De voorzitter van Toki van de VHP heeft ook een test ondergaan en hij is negatief. Met andere woorden, Santoki is niet besmet geraakt. Ik begrijp dat hij aan zelfisolatie gaat doen. Zelfisolatie betekent dat niemand hem verplicht, maar hij gaat zijn beweging beperken. Beperken in de zin van, ja, je laat niet Jan en allemaal in je nabije omgeving toe. Dus dat noemen ze een soort vorm van zelfisolatie. Morgen, donderdag, zou er oorspronkelijk een huishoudelijke vergadering bijeengeroepen worden. De eerste vergadering van het parlement zou bijeengeroepen worden in huishoudelijk, dus geen openbaar, waarbij men dan in huishoudelijk verband zou afspreken wanneer de datum geprikt zou worden voor de verkiezing van een president en vicepresident. Maar doordat men weet of het gevoel heeft dat de besmetting ook plaatsgevonden heeft op het terrein van de Nationale Assemblée op maandag 29 juni, gaat mogelijk die vergadering van morgen niet door kunnen gaan, want men moet het heel terrein ontsmetten. Men moet letterlijk en figuurlijk heel opper, niet alleen het gebouw, ook buiten het gebouw, alles moet ontsmet worden. Dus ik zie die vergadering van morgen niet doorgaan. Dus vooralsnog komt er geen datum voor de verkiezing van een president en vicepresident morgen. Want men gaat het heel gebouw, het heel terrein moeten ontsmetten. En dat ga je natuurlijk niet in één dag kunnen, dat gaat een paar dagen duren. En wanneer het aantal dagen vastgesteld is, dan kan de voorzitter weer een datum gaan bepalen wanneer hij zijn huishoudelijke vergadering wil. Wat is nu een huishoudelijke vergadering? Daar komen die parlementariërs bij elkaar. Er is een agenda, het is een officiële vergadering, maar dan uitsluitend voor parlementariërs en de mensen die daar in dat systeem werken. Het is geen openbaar en daar beslissen ze een aantal zaken die ze op de agenda wensen te plaatsen, die dan in openbaar gaan, die dan in openbaar gaan. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, ik spreek. Ik heb een vraag met betrekking tot de default status, wat er steeds geroepen wordt. Ik had graag dat hij, ik hoor vaak genoeg wat er, ik puur aan het volk, wordt er gesproken over de default status van Suriname en hoe erg het is. Waarom kan hij niet in hele simpele taal duidelijk maken aan het volk wat die default status is? Dat die default status is eigenlijk volgens mij, in mijn belevenis, staan we aan het randje van het faillissement. En omdat er volgens mij vanuit dat een wegens Amerikaanse recht is, hoe er gehandeld wordt in dat soort situaties, dat betekent volgens mij dat men het land binnenkomt, neem ik aan, ik weet niet, u kunt het misschien beter weten, beter dan ik, en dan gaat men, dan gaan de Amerikanen volgens hun recht gaan ze bepaalde beperkingen plaatsen in Suriname. Ik had graag dat het echt op de simpele taal gezegd wordt. Want die voorstaters spreken mensen nog niet aan. Maar wanneer ze zeggen faillissement, dan is het een heel andere zaak. Dank u. Oké, dank u wel. Ik begrijp wat u bedoelt.
Kijk, laat me het een beetje op mijn manier uitleggen. Het is net een schuld die je niet kan betalen in je kleine huishouden. Je hebt een hypotheek op je huis en je kan na een periode die schuld niet betalen. Dat betekent die bank gaat beslag leggen op je huis. Uiteindelijk gaat die bankier je huis op een veiling gooien. Dus nu moet je het zo in een landvorm zien. Wij hebben, deze regering heeft een schuld genomen, een schuld bij Oppenheimer. Oppenheimer is een broker, Oppenheimer is geen bank. En Oppenheimer is toen aan de hand van wat de regering wilde lenen, is ze klanten gaan zoeken. Er zijn een heleboel klanten voor, het gaat niet om één klant, er zullen een heleboel klanten ervoor zijn. En die klanten hebben gezegd, oké, ik wil je lenen tegen zo'n bedrag. En dan binnen dat contract, binnen die afspraak is er afgesproken hoe en wanneer je moet gaan betalen. Is dat als een hypotheek van een huis? Hoe en wanneer betaal je hypotheek van je huis? Nou, in dit verband moet ons land, omdat Suriname die schuld heeft genomen, Suriname, moeten wij aan aflossing doen van rente en aflossingen moeten we 23 miljoen betalen. En dat moeten we doen voor 30 uur. Oké, die deadline is voorbij, hè? Als ik het goed heb. Ja, moeten we betalen. 23 miljoen moeten we betalen. Als je het niet betaalt als land, verval je in een paria-staat. De wereld gaat jou zien als een paria-staat. En zo ook de mensen met wie jij die overeenkomst hebben. Want die overeenkomst is getekend op basis van waar er geschillen zijn, waar er misverstanden zijn, bij welke rechtbank je die geschillen kan voorleggen, bij welke rechtbank je kan voorleggen. Dus nou weet ik niet precies of het volgens het Amerikaans recht is of ook het Frans recht. Men gebruikt vaak genoeg in internationale overeenkomsten ook de Franse rechtbanken gebruikt men vaak genoeg. Dus dat weet ik niet. Maar uiteindelijk, wanneer men zo'n rechtbank aandoet, kan een Amerikaanse rechtbank zijn of de Franse rechtbank, want ik weet dat niet duidelijk, dan gaat men daar het recht spreken volgens de wetgeving van hun land. Dat betekent dat als je niet kan betalen, je in theorie een one-betaler bent en dat men kan overgaan tot de beslaglegging. Men kan overgaan tot de beslaglegging van eigendommen van de staat. Daar kan men op overgaan. Men kan overgaan tot de beslaglegging van die dam. Men kan overgaan tot de beslaglegging van staatsolie. Men kan op meerdere appartementen dingen van de overheid beslag leggen. Dat is het. En daar kan jij geen kant in principe op, want je bent een one-betaler. Dus dat is een default. Het default is je bent een negative. Je kan niet betalen, om het gemakkelijk te zeggen. En deze regering kan het vooralsnog niet betalen. Ik weet niet of ze al rond zijn ermee, maar ze konden het vooralsnog tot gisteren niet doen. Ik ga u een simpel voorbeeld geven. De Argentijnse president Kirchner. Argentinië was ook al een keer in zo'n situatie, wat je een default situatie noemt, in een rand van bankrupt state was. Moesten een keer naar het buitenland gaan. En ze hebben daar een staatsvliegtuig, een presidentieel vliegtuig hebben ze. En ze heeft toen ze een staatsbezoek of een werkbezoek deed, heeft ze die kist niet gebruikt. Waarom niet? Op het moment dat die presidentiële kist een ander land zou aandoen, dan zou de schuldeiser, want zo moet je het zien, de schuldeiser, zou beslag leggen op die presidentiële kist. Dus het is gewoon met een privélijn kist gegaan. Dus zo moet u nagaan dat alles van dit land beslag gelegd kan worden. Dat moet u zien. In een mooi term als default. Dat betekent die banken, daar wil niemand dan zaken mee ook doen. De schulden die banken hebben, die gaan ze meer ruimte voor moeten gaan geven. Dus zie het als een bankrupt state. Om het makkelijk uit te drukken, die meneer had gelijk. Laten we het zeggen, het is een bankrupt state. Je kan gewoon niet betalen. En als je niet kan betalen, dan legt men beslag op alles wat je hebt. Op alles wat je hebt. Althans, alles wat van de staat is, tenminste. Omdat het is een overeenkomst tussen de staat en de broker Oppenheimer. Dus daar moet men zien uit te komen. En die 23 miljoen, dat gaat om rente en aflossing. Wat is nou die 23 miljoen? Waarom moeten we dat plotseling betalen? Die 23 miljoen is wat men plotseling op de valreep heeft genomen. Men heeft een tweede Oppenheimer schuld genomen van, of wat men noemt Oppenheimer 2, om die dam te betalen. 125 miljoen Amerikaanse dollars hebben ze toen geleend. Los van die eerste van 500, maar daar praten we nu niet over, want dat was voor State Oil.
Maar deze 125 hebben ze genomen voor die dam. En waarom moesten ze 125 miljoen betalen? Aan Suralco moesten ze betalen. Want Suralco zegt, luister, als je bij die 125 miljoen Amerikaanse dollar... en als u wil weten hoeveel SRD dat is... bereken het voor het gemak maar 14. Dan heb je een idee over hoeveel SRD we praten. En toen zei Suralco, luister jongens, ik vind het leuk dat jullie die dam willen... maar ga je die dam niet geven... omdat jullie nog een openstaande rekening hebben. En wat was die openstaande rekening? Suriname had een overeenkomst met Suralco voor het afkopen, het afnemen van stroom, energie vanuit die dam. En Suriname heeft haar schuld nooit betaald. Die schuld is toen gaan groeien naar 125 miljoen. En toen zei Suralco, je hebt nog een openstaande rekening. Van wakka, your pay of ino pay. Zo werkt het simpel. Your pay of ino pay. Dus toen moesten ze betalen. En die regering wilde koet die dam hebben voor 31 van het vorig jaar. U kent dat verhaal nog. Dus dan zijn ze die schuld gaan nemen. Die tijd toen ze die schuld zijn gaan nemen, hebben toen de oppositionele partijen, waaronder de VHP als trekker in dit geheel, heeft toen een brief geschreven naar Oppenheimer om die schuld niet te geven, die lening niet te geven aan de staat, omdat de VHP toen al had gezegd, deze regering gaat het niet kunnen betalen. Dus zadel ons niet op met een nieuwe lening, alstublieft. Oppenheimer heeft niet geluisterd. Oppenheimer heeft lak. Oppenheimer moet zijn geld hebben. Het zijn geldmensen, het zijn geldschieters. Hè? Het zijn niets anders dan geldschieters. Media money, give some rente, teken een contract en huppel verder. Dus ze hadden niets aan dat zielig verhaal van de VHP. Ze kregen enorme rente ervoor. Ik dacht dat die rente was 12,8%. Dat is heel erg hoog. Ja, 12,8% was die rente. Dus Oppenheimer zegt, ja, kan me geen woord schelen. Take our money. Uiteindelijk gaan we beslag leggen op de staat. Dus dat is zo, dat is gebeurd. En dan kunnen we gewoon niet betalen. De man chapraha, de man klara money, uno ma pai. Dus als ze niet gaan betalen en niet tot een andere understanding komen, dan hebben we een probleem. Simpel als dat. En het probleem is nog groter. Je dealt niet met één persoon die geld heeft geleend. Het zijn meerdere personen. Om hoeveel het gaat is niet bekend. Maar het zijn tientallen personen die geld hebben gegeven in een pot. En die pot heeft 125 gemaakt. En dan via Oppenheimer is gegeven aan de staat Suriname. Dus je kan niet gaan dealen met al die mensen apart. Want het zijn zoveel mensen. Je weet niet eens wie die mensen zijn. Dus die mensen... Daarmee kan je niet gaan dealen. Dus je kan geen afspraken gaan maken met die mensen. Je weet niet wie die gasten zijn. Het kunnen 4 mensen zijn, maar het kunnen ook 400 mensen zijn. En dat weet alleen Oppenheimer. Dus je gaat daar niet mee kunnen dealen. Uiteindelijk zijn we een bankrupt state, om het zo uit te drukken, voor het gemak. Goedenavond, u bent in de uitzending. Meneer Farid, goedenavond. Goedenavond. Ik zit even huiverig met iets... En misschien kan ik verkeerd zijn, maar ik wil het gewoon deponeren. Kijk, meneer Brunswijk is gekozen als voorzitter van de Nationale Assemblée. Nu dat Brunswijk aantal zetels heeft, en hij heeft aantal keren bewezen dat hij niet een van de meest betrouwbare partners is binnen de onderhandelingscoalitie. Er is laatst ook nog wat gebeurd. Nu is mijn mening, of mijn vraag, als meneer Brunswijk nu met een ander eis komt en hij zegt, nou, ik wil dan niet in deze regeercoalitie verder, maar hij is nu wel voorzitter. Als zou VHP nu de meeste resortraadszetels hebben, ze zouden wel de president kunnen kiezen, maar de meerderheid binnen de assemblee zouden ze niet meer kunnen halen. Omdat simpelweg Brunswijk nu aan de andere kant niet wankelt. Stel dat zou kunnen gebeuren dat hij nu aan de andere kant wankelt. Wat zouden wij in deze constellatie kunnen krijgen? Dat is mijn vraag. Oké, dank u wel. Bent u er? Dank u wel. Kijk, 1... Elke constellatie gaat van te goeder trouw uit. Ik neem aan dat die coalitie te goeder trouw is. Ik kan uw vraagstelling best wel begrijpen. En ik begrijp het helemaal.
Want we hebben gezien dat er een overeenkomst was getekend en men plotseling uit die overeenkomst wilde stappen omdat men een andere mening was toegedaan ten aanzien van een nog op te richten ministerie gas en olie. Men was een andere mening toegedaan. Dus ik kan uw bezorgdheid wel begrijpen. Laten we daarvan uitgaan, in een worst case scenario, gaan we in scenario termen denken. Want daar wilt u hoogwaarschijnlijk naartoe, in scenario termen. Nu, want ik wil het niet blijven herhalen steeds, weet je, dat is zo vervelend. Want ik heb dit stukje al herhaald, maar oké, voor het gemak nog een keer. Nu hebben de coalitiepartners 33 zetels. U moet een pen en een papier nemen, dan kunt u dat ook schrijven. Die hebben 33 zetels. Dat betekent, ze hebben 1 te weinig om vrij een president en een vicepresident te kiezen in het parlement. Ze hebben 1 te weinig. Maar de BEP, onder leiding van Ronnie Assabina, heeft ruim 1,5 week geleden gezegd dat hij deze coalitie gaat gedogen. En wat betekent gedogen? Hij zit niet erin. Maar hij gaat wel meewerken. Hij gaat wel meewerken. Dus dan gaat men er gevoeglijk van uit dat die 2 zetels die bij de BEP zijn, een totaal maakt van 35. Dat brengt hun dan op een plus 1 meer. Dat is op papier. Oké? Is op papier. Zo. Maar let's take a worst case scenario. Uitgaande van eng denken. Vreemd denken, anders denkend. Dat op de dag van de stemming, waarbij men er gevoeglijk van uitgaat dat je 35 moet halen volgens de gemaakte afspraak, en dat wanneer je plotseling weer gaat tellen, en dan noem ik maar gewoon een cijfer, en je komt op 33. Dat betekent die president en die vicepresident worden niet gekozen in het parlement. Dus in het parlement is het geheime stemming. Als in die eerste ronde niemand wordt gekozen, dan krijg je een tweede stemming, nog een keer. En als in die tweede stemming weer niemand is gekozen, dan gaat die vergadering geschorst worden. Zo u wilt verdaagd worden. Want dan gaat deze vergadering gaan naar wat wij noemen de Verenigde Volksvergadering. Dat is die vergadering met pakweg 800 mensen. Dat is de grote vergadering met alle DNA-leden, alle RR-leden en alle DR-leden. Die komen dan in 1 grote vergadering bijeen. En dat hebben we in het verleden ook al gehad. We hebben dat gehad in 1996, dacht ik, hebben we dat gehad. We hebben het tot 2, ik dacht dat we het tot 2 keer toe al hebben gehad. Zo'n grote VVV, omdat het parlement niet kon beslissen wie de president en vicepresident zou worden. Dus, dan ga je naar die grote VVV. En daar moet je gewoon een optel- en aftreksom maken. Want daar is de stemming de gewone meerderheid. Dus, bij wijze van spreken, als er 400 mensen komen opdagen, is het gewoon de helft plus 1. Is de helft plus 1. Dat is de gewone meerderheid. Dus dan moet je optellen en aftreksom maken. Hoe gaat wie halen daar? En dan mag je het berekenen. Als de NDP met de ABOP, NPL, een concessie sluiten in de VVV, dan komen ze op 427. Als de NPS met de VHP die bundeling blijft houden, dan komen ze op 463. Uitgaande dat de PL ze nog 4 geeft, dan komen ze hoogwaarschijnlijk op 467. Maar goed, ik had PL even weggelaten omdat ze weinig hadden. Maar het komt erop neer dat in dit verband de NPS en de VHP dan nog de meerderheid hebben. Maar we hebben in het verleden gezien dat een meerderheid ook in de VVV jou nog geen overwinning geeft. De meerderheid in een VVV uit het verleden geeft jou nog niet de overwinning. Want bij een klein verschil van pakweg 36 RR of DR mensen, zijn 36 mensen snel te identificeren in politieke termen om anders te denken, zo je wilt anders te stemmen, en ik wil het verwoord verraad niet noemen. En dat gaat misschien om 36 mensen, maak het voor het gemak 40 mensen. En 40 is niet veel. 40 is niet veel in een meerderheid. Dus dat wordt dan weer een spannende race. Hoe hou jij je RR en DR mensen zodanig in gareel dat ze niet anders stemmen zoals ze hebben beloofd en plechtig hebben beloofd als lid van jouw politieke organisatie?
We hebben in 1996 gezien dat ook daar tijdens die verkiezing mensen anders hebben gestemd. In dit geval waren het VHP'ers, hebben toen anders gestemd in de VVV. En toen werd Jules Weidenbos gekozen als president en Radakishun als vicepresident. En toen Geen Venetiaan en Harald Ramdani, die de kandidaten van het Nieuw Front waren. In een normale stemming, zou Venetiaan moeten winnen. Maar die verkiezing is anders afgelopen. Dus het is nog heel smal, omdat de NDP, hoewel de NDP de coalitie heeft gefeliciteerd, gek ervan uit dat de NDP nog niet klaar is. De NDP gaat niet huppelen in de oppositie. Het is geen partij die zegt van oké, ik heb je gefeliciteerd en ga jij je feestje maar vieren. Dat geloof ik niet. Want als je de historie van de NDP kent en hebt gevolgd, ik heb het dan niet over Bouters, ik heb het over de NDP, dan gaat de NDP ook geen macht loslaten. Want niemand die macht heeft, wil macht loslaten. Dus de maaitak à la Peer TV en à la handshake aan een lafu. Dus ze zijn hoogwaarschijnlijk niet klaar. Ik ga er gevoeglijk van uit dat als ze ook hun berekening maken, want ze zitten ook te turven, hè? Ze zitten wreed te turven. Dan gaan ze ook een kandidaat voorstellen in het parlement, om dat ding te laten crashen. Je moet het in het parlement laten crashen, zodat het naar de VVV gaat. En waar crash je hem? Gewoon met 33 crash je hem. Niet eens bij 30, gewoon met 2 minder crash je hem. Maar het kan ook zo zijn. Het zijn scenario's. It's theater of imagination wat er kan gebeuren. Maar het kan ook zo zijn dat de coalitiepartner geen 35 haalt, maar 38 haalt. En hoe kom ik aan die 3 extra? Het kan best wel ook zo zijn dat NDP'ers, misschien niet de totale NDP, maar dat NDP'ers persoonlijk op persoonlijke titel het gevoel hebben, we moeten de winnaar verkiezen. Dat hoeven niet dit totaal, het kan dat. Dus ze kunnen ook meer krijgen. Ze kunnen ook minder krijgen. Dus het spel is toch niet klaar. We hebben ook gezien in 1996... waar veel mensen hun jas en hun kleren hadden klaargemaakt om directeuren te worden, om ministers te worden, om ambassadeurs te worden, om dit te worden. Uiteindelijk moesten ze het weer in die kast hangen, want het feestje ging niet door. Goedenavond, u bent in de uitzending. Hey Farid, goedenavond, Andro. Ja, meneer Andro. Een vraagje. De heer Brunswijk is nu voorzitter van het parlement. Maar in de media is verschenen dat hij dan zichzelf kandidaat zou stellen als voorzitter. Maar als hij eenmaal gekozen was, of als, maar daarnaast zou hij zich ook kandidaat stellen als een voor het vicepresidentschap. En ik zat er even mee. Want ik vraag me af, als je als voorzitter van het parlement, hij die de vergadering gaat moeten leiden, en die hele verkiezing van de vicepresident gaat moeten leiden, als je dan als voorzitter je ook kandidaat kan stellen voor het vicepresidentschap. Dus dat wil ik even weten. Van, hoe doe je dat? Prima. We hebben die vraag ook gesteld aan een bestuurskundige. Deze vraag van u. En het mag wel en het kan wel. Maar het kan ook zo zijn dat hij die vergader opent en hij draagt die vergadering over aan die ondervoorzitter. Op dat moment, dat is Deo Charman. Dus we moeten zien hoe die dag zich afspeelt. Maar het mag en het kan wel dat hij zich kandidaat stelt als vicepresident. Diezelfde vraag van u, daar zat ik ook even mee. En de bestuurskundige zegt dat mag. Het is volgens de regels, mag hij dat wel doen, omdat hij alleen maar een vergadering bijeenroept en die vergadering uitzet. Maar hij mag zichzelf best wel kandidaat stellen, omdat hij ook parlementariër is op dat moment. De voorzitter is ook parlementariër, hè? Dat moeten we niet vergeten. We gebruiken de titel voorzitter, maar hij is parlementariër. Maar de eerste parlementariër dan in de zin van totaal van parlementariër, dus dat mag wel. Maar we moeten zien, het kan zijn dat hij zegt, oké, ik open die vergadering. Hij schorst die vergadering, gaat zitten in die zaal en hij draagt die hamer over aan Deo Charman. Die is de ondervoorzitter. Dus het kan een rollenspel komen, maar het mag, het kan wel. Het hangt ervan af welke techniek wil je gebruiken om dat feestje door te laten gaan.
Dit is Rashid Pierkanskal, Ajor Kul. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. We zitten in COVID-19 tijd. U weet dat er een avondklok is, dat weet u, van 8 tot 5 uur in de ochtend. Mag u zich niet op de openbare weg begeven, tenzij u beschikt over een speciale brief van Nationaal COVID Management Team. Als u een speciale brief van hun hebt, dan mag u zich op straat begeven, zoals ik bij wijze van spreken. Ik heb er een briefje. En die jongens die hier werken, die hebben ook een briefje. Maar wanneer we klaar zijn, moeten we naar huis, hè? We mogen niet gaan huppelen op straat. Wanneer je zo'n brief hebt, dan moet je de kortste bestemming nemen naar je huis toe of naar de werkplaats waar je moet gaan werken. Maar je mag niet gaan in een kango koeri, omdat je hebt een briefje. Er zullen zeker wat mensen zijn en die het systeem verstoren. Zeker zullen wat mensen zijn die misbruik maken van die briefjes door het een andere wending te geven. Maar dat zal geen grote groep zijn, maar ze moeten het niet bederven voor de goede mensen die die avondpassen wel op een correcte manier gebruiken. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, meneer Pierkan, even een verzoek. Ja, meneer. Kan u doorgaan met die leningen? Het is een spannend, het is erger dan een thriller. Die leningen die we dus eigenlijk uit Amerika, wat je vertelde. Ik wil graag luisteren naar die leningen die Suriname, het geld dat Suriname geleend heeft uit Amerika. U sprak er net over, heel spannend. Ja, maar ik heb het verhaal al afgemaakt. Even doorgaan. Welk deel hebt u niet begrepen? Nee. Waar moet ik mee doorgaan? Het deel van, hoe die... Wat zei je? Maar ik had het verhaal al afgemaakt. Ja, die default. Ja, maar ik heb het al uitgelegd. Ja. Welk deel hebt u niet begrepen? Ja, ik denk verder, het heeft iemand... Oké. Okay, iemand is spannend, hoor. Die was bezig met de volgende lening weer, toch? Die default is Oppenheimer 2. Is lening nummer 2. Lees het als lening nummer 2. Maar oké, ik kijk als er ruimte is, dan kom ik weer op terug. Ja, maar was bezig ermee. Oké, is goed. Suriname, we hebben een heleboel leningen, hè. Hou dat vast, hè. We hebben een heleboel leningen. Deze regering zet ons met een berg van leningen. Maar toevallig praten we over 2 grote leningen. Toevallig gaat het om 2 grote... Maar hij zei om een lening uittekken. We hebben leningen bij IDB. We hebben leningen bij China. We hebben leningen bij OIC. Overal waar deze regering geld kon lenen, hebben ze geld geleend. Overal. Dus volgens mij is er geen enkele melkkoe meer waar we geld kunnen gaan lenen. Omdat ze alle mogelijkheden al hebben uitgeput. Maar nu moeten we betalen. Is dat niet? Take money in pay. Life is simpel. Life is niet ingewikkeld. Dan soms denk ik, maar ik kon leggen uit wat we wetenschappelijk zijn. Ik vind het leuk, maar leven is niet ingewikkeld. Als je geld van iemand hebt geleend, om wat voor redenen dan ook, en je hebt een overeenkomst getekend met die persoon of met die organisatie, ga je down the road moeten betalen. Is niet moeilijk. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, meneer Pierkan, van Vier. Prima, gaat u gang. Oké, nu had het eigenlijk tussen over COVID en onderwijs gebeuren. Ja, ga je gang. Want je denkt dat nou een item nodig is. Ik verstaan eigenlijk dat die askoren op een bakken, hè? Vanaf een kleuter naar... ...kobben naar lok te voeren met toets. Naar een tang POJ. Maar dan hebben we een probleem in een situatie voor een COVID nodig. Want eerst mensen, dan mensen kinderen... Want vanaf het begin, hoe zou ik dat het virus nog op zomer invloed op de Chiwan? Dat ik op de Chiwan. Nou, want het inzetten kon eigenlijk met bedoeling voor de particuliere score. Sommigen zien eigenlijk een reopening score van een leg uit nodig. Hoe ze maar in staat voor, door middel van computer. Zet hem in en zorg dat de orde de ene als een klasse dat hij een particuliere score aan je website
eigenlijk naar dokter Sredmonstraat. En ik ben je aan voorbereiding voor de smart dat die. Maar nu ben je aan voorbereiding eigenlijk voor dat was corona later. Of niet meer gevonden werd. Want is dat, we gaan naar Woyo. We gaan naar Volkskredietbankschrijving. En dan misschien een situatie dat we naar de stad van de straat eigenlijk bij de lijn 7 en parkeer. Want het komt duidelijk, en het gaat duidelijk over en over, dat mensen, hoe moet gaan naar een maak, zonder maak, je ziekie of je no ziekie, naar straat. Hoe rekening naar je schrijven, die nog kiezen, en hoe rekening naar een trouwen, dat is ja, ben je nog een trouwen. Dus in go. Maar de situatie is dan misschien drapen, en dat ben mooi. En als situatie dan misschien voor de jongeren eigenlijk ook toe in een omgeving van mijn taal, en hoe mooi. Dus met andere woorden, zou je een soort eigenlijk een COVID, dat ik go om de PD1, is die one op de day, door op de score. Dat voor de die de nono, de dat u sabik ba, u sabik ba, we zijn naar de politicus, u sabik ba. En wat doet dat hier, voor kere de ouderen. Dat is mijn actie, meneer Pirkan. En wat er zijn niet over money, hè? We liepen en we traten. Allemaal zijn alleen money, moet sap dat we liepen en we traten. En dat money, na ahogri, voor alles aan zijn gebeurd, long, long day. Dus het mij moest kies aangelegenheid, doordat een barrio, voor mij een orgo, na een matie, zijn een gede man, zijn een bestuur, zijn moest beheer, zijn mij abi, dat we tegen je voor je nog doen dat die, dat toch je doet dat die, dat je nou, in een situatie die zie, je nog kan met opina moro, dat precies zoals sommige zijn politieke zet, dat je met een pierkant, dat met dat die, lockdown. Oké, is die verbinding eruit geslagen? Ja, oké, dat is een technische storing, maar ik denk dat de meneer een groot deel van zijn verhaal heeft afgemaakt. Maar u kunt straks weer terugbellen om uw verhaal af te maken. De verbinding is afgebroken. Maar wat we gaan doen intussen, we gaan een... Ik had ook eerder een gesprek, u weet vandaag is Kitty Kotti, omdat we het heel anders vieren. We kunnen het in feite niet herdenken. We kunnen het niet herdenken, omdat we gewoon in een lockdown zitten. En er zijn protocollen van hoeveel mensen bij elkaar mogen. En zo hebt u kunnen merken dat u bijna nergens kon gaan, zoals u gebruikelijk wel deed. Maar ik heb ook gepraat vandaag met Ricky Stoegaard. In verband met Kitty Kotti en hoe hij deze dag viert, of zo je wilt, herdenkt. Laten we ernaar nog gaan kijken en luisteren. Dieren luisteraars, in verband met Kitty Kotti, vandaag 1 juli, 157 jaar, werd de slavernij afgeschaft in ons land. In verband hiermee praten we met de heer Ricky Stoetgaard. Meneer Ricky Stoetgaard, hoe kijkt u naar deze dag? Ik kijk, het is een bezinningsdag, omdat op 1 juli 1863 de tot slaaf gemaakten vrij kwamen. Althans, gedeeltelijk vrij kwamen, omdat ze dus nog 10 jaar in staatstoezicht, onder staatstoezicht moesten werken. Maar de bedoeling, althans de kracht van 1 juli 1863 was dat de tot slaaf gemaakten eigenlijk kan je zeggen tot een mens geworden waren. Omdat daarvoor werden ze eigenlijk beschouwd als een koopwaar, als een object, als een voorwerp, wat de slavenmeester mocht doen wat hij maar wilde. Maar door dus 1 juli 1863 kwam dat weg te vallen. En na 1 juli 1873, na staatstoezicht, mochten ze eigenlijk, kan je zeggen, hun eigen leven bepalen. En dat heeft in elk geval ervoor gezorgd dat er ontwikkeling is plaatsgevonden. In elk geval bij de stad Creole, omdat velen naar de stad zijn gegaan, hebben hun kinderen laten onderwijzen. En vandaar dat we dus deze situatie hebben. Ik ben nagegaan waar de stutgat vandaan kwamen en wij zijn van boven Suriname en plantage Bergen en Dalen.
En op 1 juli 1863 was Adriaantje een moeder met 5 meisjes. En de laatste was 1 jaar oud, want zij is geboren op 1862, Apollonia. En zij is mijn overgrootmoeder. Zij heeft bijvoorbeeld Richenel gekregen. Richenel Stuttgart. En Richenel Stuttgart heeft mijn vader herkend. En ik ben dus, kan je zeggen, de 5e generatie van de ter slaaf gemaakten. Ja, meneer Ricky Stuttgart. Is er een schijnspanning tussen de stadskrioel en de Maron door de jaren heen, zowel eeuwen heen ontstaan? Kijk, het is altijd bij wijze van spreken. Spanningen zullen er altijd zijn, want je hebt ook spanningen gehad binnen de Maronse groep. Je hebt bijvoorbeeld spanningen tussen de Okaners en de Saramakaners. En je hebt spanningen of had spanningen tussen de stadskrioel en de Maron. En dat komt eigenlijk, en laten we dat ook eerlijk zeggen, wij hadden dus de stadskrioel had een bevoorrechte positie. Omdat toen wij in 1863 vrijkwamen, waren de Marons in het bos. En je kan zeggen dus dat die vrijheden die wij kregen, het voorsprong die wij gekregen hebben, ze niet hadden. Het is zelfs zo dus dat het samen met de inheemse, want men praat vaak over de Maronse achtergestelde groep, maar ik ben namelijk de mening toegedaan dat de inheemse een nog grotere achtergestelde groep zijn. En als we nagaan dus dat de Marons pas na de Tweede Wereldoorlog familienamen hebben gekregen, dan voel je aan dus dat het toch wel voor de Tweede Wereldoorlog een vergeten groep is geweest. En je hebt de kans is heel groot geweest dus dat wij van de stad zich beter voelden of, dan hun. En zij hadden bijvoorbeeld het gevoel van dat zij niet mee telden. Maar natuurlijk waren twee kijven hebben beide schuld. Zo zie ik het. Ja. Het voordeel die is nu, wat het nu is dat wat we onderschatten is dat die oorlog tussen Brunswick en Boutersen heeft ervoor gezorgd dat heel veel Marons genoodzaakt waren naar de stad te komen. En hun kinderen, dat zijn die, en dat was rond 1986, hun kinderen zitten dus nu op de universiteit en je kan dus zien dat ze bezig zijn met een inhaalslag. Vooral de Maronse meisjes, de Maronse dames, zijn bezig met de inhaalslag. En dat was dus te verwachten. Meneer Ricky Stuttgart, hoe komt het dat door de eeuwen heen en tot heden zijn er lichte spanningen, al dan niet spanningen, tussen de Okaners en de Saramakaners? Kijk, het probleem die wij mensen hebben, is dat er we altijd op willen dat we beter zijn dan anderen. Die spanning tussen de Okaners en de Saramakaners is opgelopen toen Ronnie Brunswick Pokkigrong aan vlammen zette, waardoor er dus een heel grote spanning ontstond. Dus de Saramakaners die zijn niet zo, houden eigenlijk niet van Ronnie, laat om het zo uit te drukken. En ik ben bij wijze van spreken dus dat dit soort zaken, meningsverschillen, conflicten in het verleden, die waarschijnlijk niet in boeken staan, de mogelijkheid bestaat dus dat de ene groep vond dat de andere door de stad blanken bevoordeeld werden. Laat me even iets aan toevoegen. Ik geloof 8 oktober of 10 oktober, daar vieren zo de bevrijding van de Marons, waarbij ze dus traktaten hadden getekend met de blanke overheid. Maar bij die, er wordt heel veel reclame gemaakt en dat misschien is het terecht vanwege de strijd ze geleverd hebben, maar in het contract was ook aangegeven dus dat ze zich niet in de stad mochten begeven en dat weggelopenen terug aan de overheid moesten worden gegeven. Dus als je als een weggelopen slaaf naar het binnenland vluchtte en moest je dus, en je kwam een of ander dorp aan, maar rond het dorp aan, moest je worden teruggegeven aan de blanke overheid. En ik begreep dus dat jaarlijks kregen ze, om ze zoet te houden, geschenken van de blanke overheid. Dus de kans bestaat dus dat toen er spanningen zijn geweest
doordat misschien een bepaalde groep meewerkte om weggelopenen terug te sturen of ook te overhandigen aan de blanke overheid. Nee, maar spanning moet er altijd zijn geweest. Ja, maar meneer Kistoerdaar, de Marrons, 1 juli, is dat herdenkingsdag voor hun? Want voor hun was dat voor hun kutti-kutti. Was dat het moment dat zij zelf heft in eigen handen genomen en weggevlucht waren en strijd hebben geleverd? Ja, dus het hangt ervan af. Ik zie voor als kutti-kutti de vrijheid van alle tot slaaf gemaakt ben en Marrons. Zo zie ik het. En omdat gaat hij ook eventjes naar het, omdat er een einde kwam aan het dat je een voorwerp bent of dat je een object bent. Gaat u ook even naar alle andere vrije dagen hebben een kleinere waarde dan die kitty-kotty. Wat ik daarmee bedoel, als kitty-kotty op de zondag valt, is de dag daarna een vrije dag. Dat kennen we dus niet in bij die andere nationale feesten die er zijn. Zelfs niet bij de dag van de revolutie. Dus het geeft dus aan dat dat feest een veel grotere impact heeft op de samenleving dan alle andere feesten. Ik kan me wel best voorstellen dat het minder aanslaat bij hun, omdat toen het feest gevierd werd op 1 juli 1863, waren zij in de bossen. Waarschijnlijk waren ze niet eens op de hoogte van dat er iets gebeurde in de stad. Dus zo zie ik het. Maar vandaag aan de dag geldt het in elk geval voor ieder. En wat Kitty kunt zeggen is dat niemand mag meer slaaf zijn van een andere. Meneer Rikki Stukart, maandag jongsleden 29 juni is voor het eerst in onze parlementaire geschiedenis er voorgekomen dat iemand van Marron komaf gekozen is geworden als voorzitter van de Nationale Assemblée. Hoe kijkt u daar tegenaan? Kijk, in eerste instantie ben ik de mening toegedaan dus dat de allereerste Allende is geweest die voorzitter is geweest. En Allende heeft eigenlijk de deur opengemaakt en die bewustwording laten groeien, dus dat het mogelijk is dat Marrons hoge posities kunnen halen. Dus ik zie dat van Allende als de doorbraak. En ik vind bijvoorbeeld, het is een mijlpaal voor Ronnie, ik hoor dus dat mensen vinden dus dat hij niet zo moeten zijn gegaan. En nu hoor ik ook, want ik denk dus dat ze ambities heeft voor het vicepresidentschap. Hem kennen dus en wat ik ga doen. Maar om u eerlijk te zeggen, ik vind dus dat hij het verdient. Van al die Marrons die er zijn, heeft hij de strijd gevoerd tegen Boutersen in de 80e jaren. Hij heeft de risico's genomen. Hij heeft geïnvesteerd in de partij. Hij heeft nog laatst voor de verkiezingen 20 kilogram goud ter beschikking gesteld voor de verkiezingen. Dus de man heeft de afgelopen, kan je zeggen, 40 jaar keihard gewerkt. En waarom zou hij bijvoorbeeld die positie niet moeten innemen? Dus zelf vind ik dus dat hij het verdiend heeft. Natuurlijk hebben we de realiteit dat hij internationaal gevonden is en dat hij een controversiële persoonlijkheid is. Dat is de diehard werkelijkheid. Maar als u mij vraagt, meneer Stugge, als u op dit moment Ronnie Brunswick was geweest, zou u het vicepresidentschap hebben geaccepteerd? En u zeggen ja, omdat ik ervoor gewerkt heb. Dus zo zie ik het. En een heleboel mensen die schreven daarop af en om het niet te doen en al dat soort zaken, maar ik geloof recht in als zij die positie hadden, in die gelegenheid waren gesteld, dat ze het ook zouden accepteren. Ik hoop dus dat er een boek van Ronnie Brunswick komt, een objectief geschreven boek, om het verhaal van een jongen uit het binnenland die ondeugend was, die bodyguard is geweest van Boutersen, die bankrover is geweest, die zich is een guerrilla-strijder geweest, is opgeklommen naar parlementariër. En vandaag aan de dag is hij voorzitter van de Nationale Assemblée. Ik hoop dat dat boek geschreven wordt. Ik ben de eerste die het gaat kopen, omdat het toch wel een prachtige resultaat is geweest. Ondanks al die andere negatieve dingen. Okay. Het blijft een resultaat en ik denk dat vele Marrons een voorbeeld, dan praat ik over de positieve dingen, zal nemen en dan geloven in zichzelf. Meneer Rikki Stukart, mag ik u dank zeggen? En ik wens u een mooie dag verder. Dank u wel.
Zo, dat hebt u gehoord, dat hebben we gemaakt, heb ik eerder op de dag gemaakt. Ja, voor het moment Kitty Kotti is altijd goed om op deze hoogtijdagen, deze historische dagen, meer te weten over deze dag. En dat doen we over het algemeen bij elke nationale feestdag, om toch nog mensen eraan te herinneren van hoe deze dag tot stand is gekomen, hoe mensen erover denken en hoe mensen ermee omgaan in hun eigen leven. Dit is Rashid Pierkans, Kalaanjurkel. Gewoon nog een aantal bellers de gelegenheid geven om in te bellen. Het is de woensdagavonduitzending. We doen het live vanuit Paramaribo. Mijn eerstvolgende uitzending is er weer. Zaterdag is mijn eerstvolgende uitzending weer. Ik kan u vertellen, Dagblad Suriname morgen, die komt normaal zoals altijd weer uit. Maar morgen gaat de krant 2 SRD kosten in plaats van 1,75. Dus er komt een kwartje bij. Het is een bijna geen verhoging, zou je kunnen zeggen. Omdat het maar 25 cent is. Die krant is in principe veel duurder qua kost. Maar we proberen op de een of andere manier samen die krant gangbaar en leesbaar te houden voor mensen. En zodat het ook binnen de bereik blijft van mensen. Want als het binnen bereik blijft van mensen, dan blijven wij ook in dat systeem samen met mensen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dit is Rashid Pierkans, Kalaanjurkel. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond. U spreekt met een bezorgde persoon hier in Suriname over dus 1 juli. Het is mooi en waar dat het betekent de afschaffing van de slavernij. Als je vanavond naar STVS hebt gekeken, dan merk je dat ze in het buitenland, in de Bahamas en dat soort dingen, hebben ze insignes, hebben ze veranderd of aanzet gegeven tot verandering vanwege racisme. Maar we moeten niet vergeten dat racisme geen slavernij betekent. Dus als je het over slavernij hebt, dan heb je het over de onderdrukking van een mens in zijn wezen en in zijn geest. Dus in zijn lichaam en in zijn geest. Dus het is gewoon een uitbuiting van lichaam en geest van de mens onderworpen aan een ander. Het hoeft niet zwart te zijn, het hoeft niet wit te zijn, het kan een Latino zijn, het kan een Chinees zijn, bij wijze van spreken. En het gebeurt in Suriname ook vaak. En daarvoor waak ik, of beter gezegd, daarvoor waarschuw ik, dat ik heb gemerkt dat gewapende groepen, waarover die mensen het bijvoorbeeld hebben, niet specifiek slavernij toepassen. Dus dat ze zeggen van, hey, go do this, go do that, in of zo voor jou. Maar dat dat er toch een vorm van slavernij is die in de mensenrechten wordt beschreven. En die maakt uit, bijvoorbeeld, een van de hoofdpunten van die slavernij is de bedreiging. Bedreiging is een vreselijk punt voor indicatie van slavernij. En als die bedreiging wordt goedgekeurd, of niet goedgekeurd, maar in stand wordt gehouden door de gewapende macht, welke de politie is en de justitie, dan krijg je dat een burger in Suriname een slaaf is van een andere burger naar willekeur van de politie of van de justitie. En daarvoor wil ik waarschuwen. Dus we moeten niet vergeten de slavernij, afschaffing van de slavernij, mooi en waar. Maar slavernij, zoals het ook de omroepers gewoon over de radio gillen, van er is nog wel slavernij in Suriname. Weet je, of in de wereld, zeggen ze dan. Oh, dat is mooi gezegd en waar. En het is zo waar dat je buurman je kan bedreigen en je geeft het aan bij de politie. En ze komen gewoon op je erf en ze stelen alles van je weg. Je geeft het aan bij de politie. De politie doet niets ertegen. Dus dat wil zeggen, het wordt gewoon in stand gehouden. Dan ben je slaaf van die andere geworden. En wie wil een slaaf zijn van een ander? Dan moet je altijd op OVAR rekenen. Dus dat is mijn waarschuwing voor jullie voor de slavernij. Afschaffing van de slavernij in jullie. Kijk goed wat slavernij inhoudt. Meneer Pierkan, goedenavond en slaapt u rustig lekker. Dank u wel. Ook jij. Goedenacht rust als jij gaat slapen. We nemen dit allemaal mee ter kennisgeving. Is Kalaanjurkel 2020 is het jaar waarin deze uitzending ook al 25 jaar bestaat. 25 jaar. Konden er geen feestje erom vieren. Het is allemaal, alles gaat zo snel. Die dagen lijken bijna allemaal min of meer op hetzelfde. Omdat onze bewegingspatroon niet meer hetzelfde is als in maart
2020, als in februari 2020 zelf, om het zo uit te drukken, lijkt alles zo anders. Alles is overigens anders. U weet dat u vrij voorzichtig moet blijven. COVID-19 is er. Er is nog geen vaccin ervoor. Dus ga er niet van uit dat je zegt van, ach, ze hebben toch wel een medicijn ervoor. Er is geen medicijn nog ervoor. En het kan ook best zijn dat ze ook nooit een medicijn ervoor vinden. Dus het is zaak dat wij allemaal, inclusief mezelf, want ik probeer een weg ook te vinden, dat we een andere manier van vorm van leven gaan moeten zoeken. En als ooit we weer normaal zijn, als normaal leven, als februari 2020, kunnen we altijd teruggaan. Maar het is altijd goed om je voor te bereiden en blijven voor te bereiden op iets dat niet hoeft te komen. Op iets dat we graag willen, maar dan heb je tenminste voorbereid op, voor een worst case scenario. En iedereen probeert gewoon her en der te passen en te meten. Iedereen zoekt zijn weg nog en iedereen moet voorzichtig zijn met die mondkapjes, mondbedekking noemen ze dan ook wel. Sommige mensen hebben heel veel last om nog erdoor te ademen. Ik bijvoorbeeld, ik heb er veel last van om te ademen. Dus wat betekent, bij wijze van spreken, als je er last van hebt, dan ga je overigens heel weinig in de omgevingen waar je het nodig hebt. Dus het veiligste waar je hoogwaarschijnlijk bent, waar je hem niet draagt, als zodanig, is in je eigen woonomgeving. Want je weet dat als je op de openbare weg gaat, je een mondbedekking moet hebben. Dat moet je hebben. En er is zelf een boete erop. Er is een boete erop. Maar mensen hebben moeite om te ademen. Ik weet niet hoeveel mensen het gaat, maar het hangt ervan af ook welke type je hebt. Heb je die zogenaamde N95? En dat verschilt per burger. Het verschilt ook per jouw lichamelijke omstandigheid. Verschilt het ook. Anderen hebben er geen problemen mee. Dus ik zeg niet dat iedereen een probleem mee heeft. Maar als we dit onze hele leven lang gaan moeten dragen, hebben we geen keuze dat ons lichaam zich ook gaat afstellen. En ons ademhalingspatroon zich gaat afstellen op het dragen van een permanente mondkapje ons hele leven. Laten we hopen dat dat het niet wordt. Dit is Rachid Pierkans Kalajorkal. Iemand vroeg mij ook om te behandelen dat DNA-leden ambities hebben voor een publieke functie. DNA-leden hebben ambities voor publieke functie. En men wil het hier in Kalajorkal ter discussie stellen of dat wel goed is, omdat DNA-leden u hebben gevraagd om op hun te stemmen, omdat ze u wensen te vertegenwoordigen in het parlement. Ze hebben u nimmer op een podium. Ik heb geen enkel DNA-lid gehoord. Geen enkel DNA-lid heb ik gehoord, niet in deze verkiezing, niet in de vorige verkiezingen, die hebben gezegd van, weet je, als je op me hebt gestemd, dan ga ik minister worden. Of ik ga een publieke functie nemen. Geen enkel heb ik gehoord. Dus het verschilt in denken, het verschilt per persoon hoe men ernaar kijkt. Maar ik ga er gevoelig van uit, als je mensen hebt beloofd, moet je je belofte nakomen. En je belofte is geweest, ik wens parlementariër te worden, omdat ik de stem van u wil zijn binnen ons wetgevend orgaan en niet in ons uitvoerend orgaan. Dat is de belofte geweest binnen publieke forums, binnen discussies, om mensen te zeggen, stem op mij. Maar als personen gaandeweg van gedachten zijn veranderd om persoonlijke omstandigheden, dat is hun eigen persoonlijke verantwoordelijkheid die ze moeten dragen. Kandidaten, mensen waren kandidaat voor de Nationale Assemblee. En ze waren geen kandidaat om minister te worden. Want hoogwaarschijnlijk, als ze u dat hadden gezegd, geloof me, u zou toch niet voor ze stemmen. En ik zou u ook zeggen om niet te stemmen. Dat zou ik u ook zeggen. Dus mensen moeten weten, als we zeggen we willen naar een ander Suriname, we willen naar een Suriname met nieuwe vooruitzichten hebben, dan beginnen de vooruitzichten bij dit parlement. En dan zijn we benieuwd wie ons die nieuwe vooruitzichten gaat aanbieden. Maar voor vandaag ga ik u groeten voor deze aflevering van Rachid Pierkans Kalajorkal, dames en heren. Ik wens u een mooie voortzetting van deze woensdagavond. Wens ik u een mooie voortzetting. Ik weet niet wat u in uw eigen woonomgeving doet. Ja, wees creatief, maak het plezierig. Het is iedere avond zo. En creativiteit moet u zelf aan de dag leggen. En dat verschilt per gezinshuishoudens, gezinsomstandigheden verschilt dat. Maar we gaan een poos nog zo moeten blijven.
omdat het coronavirus nog lang niet weg is uit de wereld en zeker nog niet uit ons eigen land. Een mooie avond verder aan u allemaal en inshallah ben ik er weer zaterdag met een andere aflevering van Rashid Pirkans Kala Jorkel. Ram Ram, namaskar, goede havis. Salam alaikum, dit is Farid Pirkan voor Rashid Pirkans Kala Jorkel. Dag.